En dan nu? Hallo kijkers. Welkom bij de laatste aflevering van Leuke Dingen voor de Mensen voor de Vakantie. Ik ga u in deze laatste aflevering niet lastig vallen met de moeite die het mij gekost heeft om de cijfers rondom het nieuwe oorlogsmuseum in de Vaassem boven water te krijgen. Ik ga u ook niet vertellen hoe ingewikkeld het was om in het gemeentehuis van het kastje naar de muur gestuurd te worden en nu in een juridisch conflict gewikkeld te zijn, omdat die plannen, die haalbaarheidsonderzoeken niet vrijgegeven worden. Dat is namelijk vreemd, want de wethouder Henk Beerte en mevrouw Annie Kunst zijn volgens mij de enige twee mensen in Nijmegen die nog geloven in dat plan. Die houden die haalbaarheidsonderzoeken in de Burola. Goed, ga ik u misschien na de zomer mee lastigvallen. En dan kan ik u dan vertellen dat het museum, zoals gezegd, 22 miljoen kost. En dat de inhoud ook nog eens een keer 5 miljoen extra kost. En als je daar dan weer 20% btw bij telt, dat je dan 33 miljoen kwijt bent voor dat nieuwe museum. En dan is er nog geen bezoeker naar binnen gegaan. Die moet straks wel 11 euro gaan betalen als die naar binnen wil. Minimaal om de hele begroting sluitend te krijgen. Nou, waarom zou ik u daarmee lastigvallen en mij ook gaan vertellen dat er nu 80 mensen in de Vaassem werken en dat die straks vervangen worden door 11 mensen die in het museum werken. Ik ga het ook niet hebben over de snode plannen om in het park een uitkijktoren neer te zetten waar je straks 2 euro voor moet gaan betalen om daar naar boven te mogen klimmen en dan naar Arnhem te kunnen kijken. Ik ga het wel met u hebben over een stad waar je naar een museum kunt gaan met de geschiedenis van de stad zelf. Moderne kunstmusea hebben ze daar ook. En een uitkijktoren waar je gratis en voor niks naar binnen kunt. Het museum kost 5 euro, maar de uitkijktoren die er omheen ligt, daar mag je gewoon naar binnen en omhoog klimmen tot aan de 10e verdieping. En dan kun je over heel Antwerpen uitkijken. Het museum heet MAS, Museum aan de Stroom in Antwerpen. Het is een prachtig nieuw gebouw door Nederlandse architecten gemaakt. En beslist de moeite waard om een bezoekje aan te gaan brengen als u toch in de buurt van Antwerpen bent. Ik zou zeggen veel plezier deze zomer. Zorg dat u veel cultuur snuift en leuke dingen doet. En ga ik ook doen. En ik zou zeggen bedankt voor het kijken en tot ziens op 1 september. Ja, dat MAS kostte inderdaad ook 33 miljoen. Maar dan heb je er meteen de uitkijktoren bij.